De Oerlinda. Ja, ik heb hier het boek. En ja, Jan, de vraag is altijd wat mensen zeggen, hè, van waar gaat het nou eigenlijk over, de Oerlinda? Ja, dat is, het zijn verschillende teksten die ooit verzameld zijn. En volgens de officiële tijdrekening zou dat zijn de 6e eeuw voor onze jaartelling. Ik denk zelf niet dat het 2600 jaar geleden was, maar minder lang. Dat is een ander verhaal. Toen er een dreiging was van invasie en de mensen toen, het was eigenlijk een soort volksmoeder, die zei, het was niet echt volksmoeder, ze zei, we moeten die teksten gaan opschrijven, want als ons land veroverd wordt, dan kunnen we die teksten nog wel allemaal kwijtraken. Ja, dus we moeten dat allemaal opschrijven en bewaren voor het nageslacht. Daarna zijn er nog meer teksten aan toegevoegd. En een deel van die teksten waren toen al heel oud. Stonden op de muren van Burgten geschreven of in hout gekrast, dat weten we niet. Het waren voor een deel oude wetten, maar ook hele oude geschiedenissen. Ze hadden een tijdrekening die begon met het verzinken van het oude land, het oude land. Het Atland, het lijkt natuurlijk erg op Atlantis. Al is dat niet helemaal in overeenstemming met wat we daarvan weten via Plato. Er zijn dan teksten aan toegevoegd door latere generaties. En die gaan onder andere over een vloot van mensen die oorspronkelijk hier vandaan kwamen, maar die via een kolonie in het Middellandse zeegebied naar India waren gegaan. Die in de tijd van Alexander de Grote met een hele grote vloot terugkwamen en zich hier weer vestigden. Toen was hier een grote overstroming geweest. Ja, we hebben dus niet alleen over de provincie Friesland, maar met name ook West-Friesland tot in Zeeland en tot in Duitsland toe. Het is inderdaad over 4000 jaar oude Friese beschaving gaat het. Je zegt het Fries, maar ik zou eigenlijk zeggen Freya's. Freya's, de Friese staan er heel duidelijk vanaf. Mm-hmm. Maar niet alleen de Friese. Nou, zoals ik net ook al zei, heel West-Europa. Ja. Scandinavische talen staan er heel duidelijk vanaf, ook Duits, Engels. Het is zelfs mogelijk dat de Frigiërs uit de oude beschaving, dat die naam eigenlijk oorspronkelijk hetzelfde is en zo. Dus het gaat wel wat verder dan alleen Fries. Maar Fries stamt er heel duidelijk vanaf, dat is wel waar. Ja, ik wil eigenlijk een stukje voor gaan lezen, omdat ik dat zelf zo mooi vond in waarom jij dit ook bent gaan doen, denk ik. En waarom we hier misschien ook wel allemaal zitten, omdat we zo nieuwsgierig zijn. Even kijken dat ik het goed kan vinden waar dat staat. Dus in het proloog, in de introduction, dan heb je dus heel veel verschillende, ja, de Oerlinda taal. En daar is het vertaald naar het Engels door Jan. Because I speak from the heart, and time shall prove me right. If you want your children to remain true Freyas, not to be conquered by either intrigue or force of arms, then make sure your daughters become real Freya women. Teach the children how great our land once were, what a great people our ancestors were, how great we still are compared to others. Tell them of the heroes, of their heroic deeds, and of distant sea voyages. These tales must be told at the hearth, round the homestead, or anywhere else, in times of joy or tears. But for it to be etched into the minds and hearts, the teaching must flow from the lips of your wives and daughters. Wat mij daarin opvalt, Jan, is dat men dus zo vraagt om het verhaal door te vertellen, maar ook door vrouwen. Nico? Ja, ik wil wel even zeggen, ik weet niet of iedereen Engels wel verstaat. Misschien verstaan de oorspronkelijke taal nog wel beter. Wil jij dat doen? Zal ik niet? Zijn we gelijk de oude taal doen? Improvisatie hoor, totaal. Ik doe het aan het eind ook nog een keer, hoor, want dan is ook een... Wat ik zes aan trouwen en tietskillen het jechta, zou er ja efta vrijers ben willen, nemmer toe winnende, hoor vroeg lesta, neer vroeg weepne, zou hagertje toen nieuwende, dat je toch het era efta vrijer wie worden.
Bij me moet men leren hoe kraat een land eerwezend zij. Hoe kraat de mensen gaan ze eetla leren. Hoe kraat wie jij te zint, zou wie ons delletse bij oren. Men moet tijla jan van de wiekarde en van jare wiekant lieke deedoen. Aak oere vare arafera zeetochten. Al deze tellingen haak het deen toe werd aan de bij de heert. De paheem en het weer het wees aan mij. Zal bij Blieskip als bij Tarum. Mens, kan het stand vest komen aan het brein en aan het herten, dan moeten alle leringen over Wera, Jura, Viva en toch het herentering stramen. Ja, ik ga het nog wel eens keer in Nederland ook vertalen. Mooi, ja. Maar die oorspronkelijke taal is eigenlijk het mooist. Ja, ik vind dat heel erg mooi. Resoneert die ook bij jullie? Ja. Ja, hè? Ja. Dat hangt er zo, dat resoneert zo. Ja. Dit was dus de wijze vrouw die destijds het initiatief nam om al die teksten te gaan verzamelen. En dat was dus een ding. De cultuur werd vooral doorgegeven door moeders aan hun kinderen. Dat is natuurlijk nog steeds wel zo. Een moeder heeft de eerste paar jaar sowieso de kleinste kinderen bij zich, normaal gesproken. En dat is ook de reden waarom ze een volksmoeder hadden. En burchtvrouwen. Het was niet zo dat die als koninginnen alle macht hadden en konden doen wat ze wilden. Ze hadden echt een grote verantwoordelijkheid en ze konden heel zwaar gestraft worden als ze dat moedwillig verkeerd advies gaven of zo. Maar daar werd alle kennis verzameld. Belangrijke adviezen werden gegeven als er een groot vraagstuk was. Er werd een vuur brandende gehouden, wat bewaakt werd door maagden ook die daar waren. Er waren dan jonge maagden die opgeleid werden tot van alles. Kruidkunde, heelkunde, geschiedenissen. Ze gaven ook les, ze heelden, ze deden aan genezing en zo. Ja, en ook jonge meisjes konden er van alles leren om voorbereid te worden op het moederschap. En sommige burgmaagden die trouwden daarna alsnog, maar als je echt volksmoeder was, dan kon je niet eigen kinderen hebben. Want dan zou je niet meer onbevooroordeeld zijn. Dan zou je misschien je eigen kinderen of je eigen familie voortrekken. Dus dat is even ter toelichting op waarom ze zeiden dat het vooral door vrouwen en dochters, die geven het de cultuur door. En daar waren ze heel belangrijk. Ook als ze niet in, zoals nu, sommige vrouwen denken dat ze alleen belangrijk zijn als ze een hoge opleiding hebben of een hoog inkomen. Maar het moederschap was eigenlijk heilig. En dat zou denk ik nog steeds moeten zijn. Mooi. Ja, en toch moeten we het nu echt over iets hebben, Jan. Want je zei net al in het begin, er is heel veel gedoe geweest over de echtheid van dit verhaal. En laten we even teruggaan naar het begin. Cornelis van der Linden. Over de Linden. Over de Linden, ja. Staat de Oera Linda, dat ja. Is een oude versie van die naam. Hè? Dat betekent, de Linde is een klein riviertje, weet u natuurlijk, in het zuiden van de provincie Friesland. En net als Overijssel, was over de Linde, was het gebied over die Linde. Mm-hmm. Ja, nou, die meneer die woonde in Den Helder en die had een manuscript in zijn bezit. Dat manuscript zei hij van, nou, ik stuurde het naar een man. Ilko Verwijs. Maar niet naar een man, het was naar het Fries Genootschap in Leeuwarden. Mm-hmm. Dat was hem geadviseerd. Hij had het al vanaf 1848, maar lange tijd geprobeerd het zelf te lezen. Hij had het niet, wat eigenlijk had gemoeten, hij was er niet ingewijd in de geheimen ervan. Dus hij wist ongeveer dat het hele oude Friese teksten waren. Hij dacht dat er misschien iets over een familieschat in zou staan. Maar toen hij al ouder was, kwam het bij het Fries Genootschap terecht. Mm-hmm. Eerst inderdaad bij een van de bestuursleden, Ilko Verwijs, die taalkundige was en later het Nederlands woordenboek heeft gemaakt. Die kwam er eigenlijk niet aan toe, hij kwam er ook niet helemaal goed uit. In brieven van hem gaf hij aan dat sommige delen opmerkelijk makkelijk te vertalen waren, maar sommige delen ook helemaal niet. Dat is wel een belangrijk detail, want nu wordt net gedaan alsof het overduidelijk 19e eeuws Nederlands letterlijk overgezet is naar quasi-Oud-Fries, zeggen ze dan. Maar zelfs die taalkundige had daar moeite mee. En uiteindelijk is het terechtgekomen bij een oude bestuurslid, die ook al Oud-Friese wetten had uitgegeven. Dat was een klassicus, die heette Jan Ottema.
Die was er heel erg door gegrepen en die heeft het voor het eerst vertaald naar het Nederlands. En in 1872 kwam het eerste boek uit. Ja, we hebben hier een exemplaar. Ja, Nico, die dat geweldige eikenhouten wiel heeft gemaakt. Ja, mag wel applaus hoor, dan zijn jullie. Ja. En hij weet het nog niet, denk ik. Maar nee. Nico heeft dus een oorspronkelijke eerste druk op de kop getikt. Die zijn heel zeldzaam, heel kostbaar. Maar wat hij waarschijnlijk niet weet, Nico, dat ben je, Nico. Ja. Weet je van wie dat dit exemplaar is geweest? Nee, geen idee. Er staat een naam voor in, die herken ik, want ik heb die hele stamboom uitgezocht. Oké. Okay. De initialen zijn A. O. L. Bergman. En dit was een kleindochter van Cornelis Overlinde en ze heette Anna Oera Linda Bergman. Zij had geen kinderen. En ik weet uit de biografie dat zij en haar broer heel enthousiast waren over het boek natuurlijk. En het was van hun grootvader geweest en ja, die zou tegen hun niet gelogen hebben. Maar in de jaren 30 schrokken zij er een beetje van hoe het in Nederland, met name in de NSB-kringen, voor een tijdje heel populair werd. En toen hebben ze op een dag alles naar het archief gebracht. Heb ik gelezen ergens. En ik denk, het is mogelijk dat toen dat boek ook uit de familie is verdwenen. Hoe het gegaan is, weet ik niet. Maar dit is een heel bijzonder exemplaar, Nico. Ik denk dat de verkoper niet wist hoe het zat. Anders is het duur genoeg, hoor. Ja, dat is wel. Maar hij is zeker nog meer waard. En hij wordt nog veel meer waard. Ja, dan mocht hem even meenemen. Hij zegt al, die moeten het fluwelen. Durf hem bijna niet aan te raken. Nee, durf bijna niet aan te raken. Jan Ottema is wel heel belangrijk geweest voor die vertaling. Hè? En het was ook wel zijn levenswerk. Maar hij heeft best wel moeten strijden, Jan, voor de echtheid ervan. En het heeft hem ook veel gekost. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Want dat is best wel een bijzonder verhaal, Jan Ottema. Hij was er helemaal van overtuigd. En hij zei ook, hoe langer hij ermee bezig was, hoe duidelijker het werd voor hem als klassicus. Hij had heel veel gepubliceerd. Dat was precies een heel intelligente man. Maar al voordat die vertaling uitkwam, werd er zo agressief op ingehakt in de kranten en zo. Hij werd bijna voor gek verklaard. Terwijl wat hij schreef erover, dat was echt wel zinnig. De allereerste WAP. De allereerste? WAP. Bab, ja, dat was een bab. Ja. Ja. Nou, als je een beetje van de inhoud leest, dan begrijp je wel heel snel waarom het in de 19e eeuw ook bij de gevestigde culturele elite, die wist natuurlijk heel snel van, nou, dit gaat koning Willem III niet leuk vinden. En waarom niet? En de kerk waarschijnlijk ook niet. Omdat onder andere wordt heel duidelijk uitgelegd dat overerfbare macht geen goed idee is. Ja, dat staat erin. Hoor. Een koning kan heel goed zijn, maar je weet nooit of zijn zoon of kleinzoon dat ook wel zal zijn. En ieder kind kan dat eigenlijk ook begrijpen. Dat was natuurlijk jarenlang in de Nederlandse geschiedenis ook een groot ding geweest. De strijd tussen de Orangisten en de Patriotten. En toen, na de Franse Revolutie, na de Bataafse Republiek, hadden we dan de Oranjes als echte koningen. Daarvoor gedroegen ze zich ook al zo, als ze stadhouder waren. Maar we hadden stadhouderloze tijdperken. Die in de geschiedenisboekjes niet zo duidelijk uit de verf komen natuurlijk. Die koning Willem I, die eerste echte koning van Oranje, die had ook de Nederlandse geschiedenis laten schrijven door schrijvers en historici. Had daar veel geld voor geboden. Waarin de familie van Oranje natuurlijk heel goed uit de verf kwam en al het andere niet zo. En de Bataafse Revolutie was voor een deel, waar de mensen hadden heel veel inspiratie gehaald uit het idee dat ze een oud sterk volk waren geweest, wat ooit de Romeinen hadden weerstaan. En als dit nu ineens groot zou worden, dan zou dat misschien tot een hele culturele revolutie kunnen leiden. En in die tijd was de kerk natuurlijk ook nog veel belangrijker dan nu. En nu spelen er andere dingen. Nu heb je een ander soort religie die veel mensen niet als religie zien. Maar die ook eigenlijk het volk een beetje in het gareel houdt. Dus ik denk dat de notabelen in het Fries genootschap, de anderen, behalve Ottema, die zagen dat heel goed van, oh, we moeten hier afstand van nemen. En ook Eelco Verwijs, hoewel hij eerst dus heel enthousiast was,
verklaarde later ook dat hij er niet meer in geloofde. Maar dus echt nogmaals, als je die argumenten bekijkt, dan zijn die helemaal niet sterk. Er was toen één pamflet. Ik improviseer nu alvast een beetje, maar het is misschien een voorschot. En daarvoor wordt steeds gezegd van nou, hè, toen is eigenlijk al aangetoond dat het niet echt kan zijn. En dat zou zijn omdat de taal wartaal. Het boekje heette De onechtheid van het Uralinde-boek, zoals aangetoond uit de wartaal waarin het is geschreven. Nou, het is duidelijk geen wartaal. Nee. Het is het echt niet. Ja, want, daar zullen we het straks nog even over hebben. Ja, want inderdaad ook andere mensen, zoals een Goffe Jansma komt voorbij. Goffe Jansma, Jansma, als een soort criticus. Hè? Die was ook had ook kritiek op het papier vooral. Nou, hij is erop gepromoveerd in 2004 aan de Theologische Faculteit in Groningen. Hij was eigenlijk, hij had geschiedenis gestudeerd, doctorandus was hij. En zijn dat proefschrift. Het stelt niet echt de vraag, waarom kan het niet echt zijn? Of kan het echt of niet zijn? Maar dat gaat daarvan uit. Dus dat is een basisaanname van de hele studie. En dan is het een theorie over wie het gemaakt zou kunnen hebben. En dat is die theorie dat een dominee, François Haversmit, die ook bekend is als dichter Piet Paaltjes, die zou het samen met die taalkundige Eelco Verwijs, die net al aan bod kwam, die bestuurslid was van het Fries Genootschap, dat waren studie, die kennen elkaar van de studententijd. En die twee zouden samen met Cornelis Overlinde uit Den Helder, omdat Haversmit anderhalf jaar dominee was geweest in Den Helder, nadat hij in Foutsum was geweest en voordat hij naar, wat was het, Rijswijk of van Zuid-Holland ging, dan had hij Cornelis Overlinde dan ontmoet en dan zou ze op het idee gekomen zijn. Ja, daar heb ik al eerder dingen over gezegd. Cornelis Overlinde was een generatie ouder, ging niet naar de kerk zelf. Hij had een heel groot gezin, moest heel hard werken voor de kost ook. Haversmit en Verwijs stonden zelf ook op het punt om te trouwen. Die waren dus een generatie jonger, moesten ook hard werken. Zo'n parochie in Den Helder had iets van 12.000 leden of zo. Dat waren allemaal drie dominees. Maar ja, je moet eerst al die grootte van die parochiaan moet je leren kennen. Je moet dopen, trouwen, begraven, preken schrijven elke week. En dan zou je in zijn vrije tijd als soort van grap dit nog hebben bedacht. En waarom? Ze hebben er geen eer aan gehad, geen geld mee verdiend, zelfs niet postuum iets nagelaten van hè, hier of hierom hebben we het gedaan. Dus het is een theorie dat ze eigenlijk een soort van parodie op de, nou niet de parodie, maar ze zouden hiermee een soort statement willen maken van hè, kijk, mensen zouden het heel even moeten geloven en daarna zien dat het overduidelijk niet echt is. Ja, los van de inhoud had men ook heel veel twijfels over het papier, waarom het niet echt zou zijn, toch? Toen heeft een papiermaker en een antiquair hebben één bladzijde gezien en die zei van ja, ze zagen, als je doorheen kijkt zie je waterlijnen, en waarop papier gedroogd wordt, dunne lijntjes. En ze zei, daarom kan het geen 13e eeuws papier zijn, maar moet het machinaal papier zijn en daarom is het niet echt. Nou, ten eerste, Spaans-Arabisch papier uit de 12e, 13e eeuw heeft ook die waterlijnen. Want daar hadden ze de kunst van dat soort papier maken van de Chinezen geleerd. Ten tweede, als het modern papier zou zijn, dan zou het nog steeds een latere kopie kunnen zijn van die oudere teksten. Dus ja, je hebt het papier en de inhoud. Maar zelfs als het papier dus inderdaad nieuw zou zijn, wat nooit goed bewezen is, dan nog kunnen de teksten zelf ouder zijn. Herinner ik me goed van in Joure dat je ook zei dat er wel tests op het papier zouden gedaan moeten worden, maar dat wordt niet gedaan. Wat was dat verhaal? Nou, ze hebben vlak na het proefschrift van Jensma, dus vanaf 2006 tot 2011 geloof ik, is er een onderzoek geweest van drie echt papieronderzoekers. Mm-hmm. Maar die werden zelfs bijgestaan door iemand van het Nationaal Archief, Forensisch Instituut, nou, nog een paar echt houten en toten van allerlei specialismes, dus het was duidelijk een heel ambitieus onderzoek. Met de modernste technieken hadden ze ook tot hun beschikking. Daar was een definitief verslag aangekondigd, dat is er nooit gekomen. Nee. En toen ik daar ook vragen over stelde, wilden ze die niet beantwoorden. Dat is heel vaag. Kijk, als het nou echt 19 dingen papier zou zijn, dan zouden dat uit die testen heel makkelijk moeten tevoorschijn zijn gekomen. En dan zouden ze dat ook zeker hebben gepubliceerd. Dus nou ja, dat is in ieder geval heel verdacht, vind ik zelf. Ja. Ik weet, hebben jullie het of de talen wel eens gezien? Want je hebt het al vaak bij de presentatie. Ja, dat zullen we van een afstand niet kunnen zien, denk ik.
Ik weet niet of jullie het zo zien. Hoe het er een beetje eruit ziet. Er staan op internet genoeg afbeeldingen van. En waar ligt het origineel, Jan? Het origineel ligt in Tresor. Eén katern ligt in het Fries Museum. Oké. Okay. Ja. Er is dus ook een, dus even van de website. Ik heb ook een website, oeralinde.org. En daar heb ik een wiki aangekoppeld. Daar staan alle bladzijden ook op. Met de hele transcriptie, transliteratie en de nieuwste versie van de Engelse vertaling. Jij zelf bent begonnen in 2009, dat jij dit tegenkwam. Ja, vertel eens over wat de Oeralinda voor effect heeft gehad op jouw leven. Nou, het heeft mijn leven wel weer terug op de rails gezet, want het was er wel een tijdje vanaf, daarvoor. Dat is een heel verhaal, maar ik heb hier zoveel inspiratie uit gehaald. En ik wist daarvoor eigenlijk nooit zo goed wat de zin was van mijn leven. Ik was op lagere school. Het ging alles zo makkelijk dat ze zeiden, ja, je kunt naar het gymnasium, je kunt studeren wat je wilt, je kunt worden wat je wilt, maar ik wist dat nooit zo goed. Ik heb wel een studie afgemaakt op een heel andere, in een heel andere richting. Ik heb daarna ook een korte bliksemcarrière gehad. Maar toen ik door reorganisatie en een burn-out even wat tijd moest nemen voor mezelf, wilde ik daar eigenlijk ook niet mee verder. Ik had een raar cv. Wat gaten. En toen ik dit ontdekte, dacht ik nog van, aha, nu wordt dat mij wel duidelijk. En, want hoe kwam de Oeralinda op jouw pad? Ja, ik was daarvoor wel erg bezig met Germaanse, Noordse mythologie, vond ik heel fascinerend. Dingen over Freya wilde ik graag weten. En, je was Freya al tegengekomen in die studies, zeg maar, die je deed daarvoor. Ja, de bekende bronnen van de Edda en zo. Mm-hmm. Er zijn wel meer bronnen over. Ik vond het gewoon heel fascinerend. En toen ik uiteindelijk een versie vond, een Nederlandse vertaling, die ook heel mooi om en om, regel voor regel, oorspronkelijke taal, Nederlandse vertaling had. Toen ging ik eigenlijk heel snel die oorspronkelijke taal lezen. En dat sprak me nog het meest aan. Ik vond het nog het meest fascinerend. Want ik was ik had dan uiteindelijk gymnasium gedaan en ook met Oud-Grieks erbij. Maar ik was veel meer van de wiskunde, de natuurkunde en talen en geschiedenis. Zei je me niet zoveel. Op de lagere school vond ik geschiedenis nog wel leuk. Maar hierdoor ging ik het beter begrijpen. Zowel taal als geschiedenis. En in geschiedenis is het zo. Wat ging je beter begrijpen? Nou, dat wiel hebben ze ook niet voor niks gebruikt. Want alle letters zijn gebaseerd, zijn uit dat wiel gevormd. Van het oude alfabet. En dat wiel stond ook symbool voor wat ze de alleroudste noemden. Ze hadden een idee van één god. Niet wat we van de Germaanse en Noordse mythologie denken te weten van onze voorchristelijke voorouders, dat we heel veel verschillende goden en godinnen hadden. Ik wil straks heel graag verder gaan over het wiel, maar ik wil nog zo graag weten wat het effect was op jouw leven. Het effect? Ja. Nou, dus even terug daarnaar. Ik ging de geschiedenis beter begrijpen, omdat dingen zijn cyclisch. Net als dat we dag en nacht en winter en zomer hebben, in de tijd komen dingen terug opnieuw. Niet één zomer is hetzelfde, niet één winter is hetzelfde, maar bepaalde patronen komen terug. En dat heb je in de geschiedenis ook. Geschiedenis herhaalt zich. Ja, herhaalt of rijmt. Het is niet exact hetzelfde, dat wordt ook wel eens gezegd. Het lijkt op elkaar. Bepaalde, het zijn net als natuurwetten misschien. Als, kan even als voorbeeld, het wordt ook wel eens gezegd, als het heel... als het leven heel makkelijk is, worden mensen lui en gemakzuchtig. En daarna komen altijd slechte tijden. Dan krijgen mensen het moeilijk, gaan harder vechten, gaan harder hun best doen, dan komen er weer goede tijden. Dan wordt het weer goed en makkelijk en dan gaan mensen lui worden. En dan wordt... Dus dat is ook wel een cyclus. Er is een cyclus van bevolkingstoename, groei, dan is er op een gegeven moment een tekort aan dingen. Dan gaan mensen, dan komt er meer concurrentie, strijd, oorlogen misschien. En daarna, of er is een grote ziekte of zo die uitbreekt. Ja, dat zijn natuurlijke processen. Sommige mensen zeggen van, nou, het staat in de sterren ook. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Maar je herkent in ieder geval heel veel dingen. Als je daarin dingen leest die vroeger speelden, de angsten die ze hadden voor het verdwijnen van voor het verliezen van hun vrijheid bijvoorbeeld. Dat is iets wat in deze tijd bij veel mensen ook toch wel een grote zorg is. Of dat ze zeiden van, nou ja, de mensen die macht hebben, die misbruiken hun macht. Of ze gebruiken valse list en bedrog om andere mensen tot een slaaf te maken of zo. Hè?
Ze liegen en bedriegen. Nou ja, de kernwaarde van deze mensen was echt dus vrijheid. Hè. Dat zit ook al in de naam, Freya. En Freyasland. Mm-hmm. Maar ook waarheid en rechtvaardigheid waren gewoon heilige begrippen. Ja. En, maar goed, jij bent ook met die vertalingen bezig gegaan. Heb jij ook veel weerstand gehad? Zeiden dat mensen tegen jou, Jan, je bent gek, want dit is nep? Heb je dat soort weerstand op meegemaakt? Nee, niet echt. Ik had... Dan was Jan Ottema al voor geweest, zeg maar. Die had dat al... Nou, kijk, Jan Ottema was natuurlijk... hij was bestuurslid van de Friese genootschap. Hè? En het trok in het begin ook wel heel veel aandacht. Ook in de kranten en zo. En misschien hadden ze het liefst het gelijk om de tafel geschoven, maar daarvoor was het al te laat. En nu, wat ze eerst doen, is gewoon totaal negeren. Het, nou ja, je vroeg, om jouw vraag te beantwoorden, het ergste wat misschien, ergste tussen aanhalingstekens, dat als je op Wikipedia kijkt, dan komt mijn naam ook ergens voor in een blokje, en dat gaat dan over extreem rechts of zo. Dat wordt dan geframed in die hoek, wordt verdacht vanuit. Als je dat een beetje gewend bent, dan kan je daar gelijk doorheen lezen en denk van, Heel bekend. Ja, want als je echt luistert naar wat ik zeg, dan spreek nooit vanuit haat of zo. Nou, wat me dan opvalt is dat, kijk, Jan Ottema heeft dat boekje hier, dat is vertaald van de Oeralinda, maar jij hebt dat ook gedaan. Waarom vond jij het nodig om ook weer een nieuwe vertaling te maken? Want of je staat er hetzelfde in, waarom heb jij dat gedaan? Nou, ten eerste, de enige Engelse vertaling die er was, was een vertaling van de allereerste vertaling van Ottema. Dus niet vanuit de oorspronkelijke taal, maar vanuit de eerste Nederlandse vertaling. In iedere vertaling gaan dingen verloren. En er stonden ook nog fouten in die eerste vertaling die Ottema in zijn tweede uitgave al verbeterd had. Het is ook vrij snel gedaan, want hij begon ermee in 1869 of 70 en 2 jaar later was het er. Ik heb eerst 12, 13 jaar onderzoek gedaan. Met de middelen die we nu hebben, natuurlijk via internet kan ik allerlei woordenboeken raadplegen. Ik heb ook soms, doordat je het keer op keer leest, leer je de manier van denken van die mensen kennen. En sommige dingen moet je niet letterlijk vertalen. Als je een uitdrukking in een taal letterlijk gaat vertalen, dan slaat het soms nergens op. Dan komt het soms heel grappig over. En mijn vrouw is Duits, en als je als Nederlander Duits gaat praten, dat lijkt soms heel makkelijk, maar dan zeg je soms dingen die nergens op slaan. Darf ik je hier maar bellen? En zeggen in Duitsland, waarom zou je willen plaffen? Snap je? Dat is één voorbeeld, maar je kunt je erg vergissen als je al te snel denkt van, oh, dat vertaal ik wel even. Soms moet je een uitdrukking echt, vooral naar het Engels toe dan. Één voorbeeld, er werden koeien met gouden horens beloofd. Dat is een Nederlandse uitdrukking, nog steeds. En dat betekent, je belooft iets wat je niet waar kan maken. Veel te grote beloftes en zo. In het Engels zeggen ze, to promise mountains of gold. Dat begrijp ik, dat is idioom. En je kan wel zeggen, they promised cows with golden horns, maar dan moet je in de voetnoot uitleggen wat die uitdrukking eigenlijk betekent. Nou ja, dat gaat dan even over vertalen. Ik verbeter nog steeds dingetjes hierbij. Ik denk samen met een vrijwilliger die me helpt, die echt Amerikaan is en professioneel vertaler. Die zegt van, nou, dat kan je nog net iets mooier zeggen. Dit is een proces wat doorgaat. Maar het was dus belangrijk, omdat ik het op internet, op een forum, er waren discussies over. En dat was in het Engels. Want er zijn ook mensen buiten Nederland heel geïnteresseerd. Als dit ook waar is, dan is het ook veel belangrijker. Dan is de relevantie veel breder dan alleen voor ons. Maar ook omdat ik dacht, omdat ik merkte dat in Nederland, in de academische wereld, het duidelijk een taboe is om hier zelfs maar over te praten, lijkt wel. Want ik zou ook als taalkundige kunnen zeggen van, nou, het is best wel knap gedaan door die mensen toen. Hè? Zomaar een heel boek schrijven in het, volgens hun, quasi-oud-Fries. Met woordjes die je in sommige dialecten nog terugvindt, in Scandinavië of zo. Die vrijwel vergeten zijn. Er staan zelfs woorden in waarvan we nog steeds niet precies weten wat het betekent. Ja, dus er zijn nog steeds ontdekkingen van dat ik er nu alsnog na 150 jaar achter kom wat iets betekent. Maar daar zouden ze dus best wel serieus over kunnen praten. Zonder dat ze het gelijk hoeven te geloven. Maar dat doen ze ook niet. Ja, die stilte is oorverdovend en dat is alleen ook al heel opmerkelijk natuurlijk. Wat was je vraag op weer?
Waar heb jij het had vertaald? En waarom, ja, en waarom in het Engels? Ja. Ik wil dus vooral die taal toegankelijker maken. En daarom heb ik die eerste vier uitgaves blokje voor blokje steeds oorspronkelijke taal Engels. Mm-hmm. Zodat iedereen die dat wil eigenlijk heel makkelijk die oorspronkelijke taal ook kan vergelijken. In de volgende editie doe ik het zo dat op de rechterbladzijde de vertaling komt in normale alinea's. De ene alinea is ook langer dan de andere. Het leest dan lekkerder. En dan aan de linkerkant de oorspronkelijke taal in het oorspronkelijke schrift. Ja. Want een Deense vrijwilliger heeft een heel mooi lettertype ontworpen, helemaal gebaseerd op het handgeschreven handschrift. Dus dan kun je nog beter eigenlijk nog mooier, denk ik, dat vergelijken. Ja, daarom. Nou, wat ik veel zo leuk vond, omdat we spreken elkaar wel eens, dan zeg je ook van, ik heb steeds al die aha-momentjes met woorden. Kan je daar een paar voorbeelden mee noemen? Want dat is denk ik voor hun ook wel heel leuk, wat je dan ontdekt. Nou, recent, en dat heb ik nog niet eerder in interviews gezegd. In het scheppingsverhaal Uralda, dat is de overoude, de alleroudste, en het woord wereld komt daar ook vanaf, wordt ook God genoemd, want God, het woord God betekent ook volmaakt of goed. En het woord God is ook, in deze letters is de G een gespiegelde D. Dus het is een perfect symmetrisch woord zelfs in dit schrift. Wordt ook de Alvoeder genoemd. Of de Alvader is dan later geworden, maar eigenlijk de Alvoeder. Maar de aanvang, het aanvang en het begin. Uralda maakte het aanvang, dat is het potentieel eigenlijk. Daaruit ontstond de tijd en toen werd in de tijd van alles ontstaan. Maar het aanvang, er is een tekst van Tacitus. Waarbij een Germaanse stam wordt afgeslacht en er was een tempel, Tamfana staat er. En dat is altijd geïnterpreteerd als een godin, maar dat staat er helemaal niet in, dat is gewoon een aanname. Tamfana lijkt heel veel op tamfang, een aanvang. In het Duits en het Nederlands kennen we dat woord nog steeds. In het Oud-Grieks heb je anafaino, wat ongeveer hetzelfde betekent. De etymologen zijn er nog nooit opgekomen trouwens. Officiële etymologen. Maar als er zo'n tempel is geweest waarin de tijd, waarin gecontempleerd werd over het begin van de tijd, en over wat ik net al zei, psyche in tijd, dan kun je je voorstellen dat het Latijns woord tempus, en ook het woord tempel zelf, van tamfana komen. De P en de F liggen heel dicht bij elkaar, taalkundig. Dus tamfana of tempus. Dus het woord time, het Engelse time, stamt dan van tempus, van Latijn. Terwijl tijd, en het Engelse tide, wat getijden betekent, zijn oudere woorden. Nou, hierover vind je niks in de officiële etymologie. Weet iedereen wat etymologie is? Afleiding van woorden, wat de oorspronkelijke betekenis is van woorden. Ja. Over het boek zelf, we zeiden al van het bestaat uit een aantal verhalen. Wat inderdaad heel mooi is, het eerste deel is het scheppingsverhaal. Je hebt wel een beetje dingen over verteld. Over Vralda, oftewel de Vrood. Uralda. Uralda, ja. Aarde die krijgt dan drie dochters, Lida, Vinda en Freya. Lida is de moeder, de oermoeder van de zwartere mensen. Vinda is van de gele mensen, dus Aziaten. Ja, dat staat er, maar het zou kunnen zijn dat ze daarmee mediterrane hebben. Okay. Later in het boek is niet helemaal duidelijk. In ieder geval lichtbruin. Hmm. Niet zwart en ook niet blank. Niet geel. En Freya is dan eigenlijk de oermoeder van de blanke mensen. Ja, Freya was wit als sneeuw bij het morgenrood. En het blauw van haar ogen wormde van de regenboog. Oh. Maar wat heel interessant is aan het scheppingsverhaal. Iets wat we tegenwoordig ook niet meer, waar we ook niet meer over mogen praten. En wat iedere boer kan bevestigen. Je hebt ook boerendochter. Als je veehouder bent, maar ook als je hondenfokker bent of zo. Je weet gewoon dat verschillende diersoorten, verschillende dierrassen, zijn verschillend van aard vaak. Toch of niet?
schapen. Ja, het is logisch. Maar als het om mensen gaat, dan mag je dat niet zeggen tegenwoordig. En hierin worden die drie volkeren dus als verschillend beschreven. Ja, ook met intellecten, zo de eenheid van die kenmerken. Verschillende eigenschappen. Ja. Later in het boek wordt ook al gezegd dat als ze nou allemaal hun beste eigenschappen in zouden zetten, dan kunnen ze best wel in harmonie en in goed overleg samenwerken. De vrijers deden ook, omdat ze zeevarend volk waren, ook al zaken met die andere volkeren. En ze konden soms een kolonie in goed overleg. Ze veroverden geen land. Hè. Als ze een stuk land wilden hebben, dan konden ze dat ruimen. Kopen. En wilden ze het niet verkopen, dan hadden ze pech gehad. Ja. Maar ze waren wel heel zuinig op hun eigen waardes en op hun eigen cultuur en op hun eigen taal. Dat is een terugkerend thema hierin. Ze zagen de dreiging van de vermenging met andere culturen en andere volkeren zagen zich daar duidelijk. En het gebeurde later wel en er werden ook wel kinderen van dit volk ontvoerd door die andere volkeren, door een van die twee vooral. Welke? Met als doel door Vinda. Okay, ja. De mensen van Vinda. Ja, ja. Omdat ze niet de fysieke oorlog konden winnen, deden ze dat op een slinkse manier, door steeds meer erop te gaan lijken en zo. En, nou ja, dat soort vormen van oorlogsvoering staan hier al in beschreven. Dat is eigenlijk heel interessant ook, dat dat soort list en bedrog natuurlijk nog steeds aan de orde zijn in de wereld. Er staat ook dat elke, een van die Lida, Vinda en Freya, dat die kregen allemaal 12 dochters en 12 zonen. En dat zijn dan stammen geworden. Nou, er staat alleen daaruit is de hele mensheid gekomen. Ja. Ja, dat is het scheppingsverhaal. Het is het scheppingsverhaal, ja. Het is natuurlijk mythologisch. Het is niet waarschijnlijk historisch echt. Maar dat is in ieder geval wat ze hun kinderen vertelden en hoe je ook kan voorstellen dat het is. En het is niet minder aannemelijk dan dat sommige andere scheppingsverhalen bijvoorbeeld. Ja. Dus als ik het samen mag vatten, is het eigenlijk dat ze de kinderen vertelden van er zijn drie oermoeders geweest. En dat waren ook de moeders van de volken, want die hadden allemaal verschillende kleurtjes. Maar ook hebben ze allemaal verschillende eigenschappen. En daarom zijn we als mens wel hetzelfde, maar hebben we als volk verschillende eigenschappen. Ja, het waren dus allemaal kleinkinderen van... Of die dochters waren allemaal, je zou kunnen zeggen, aarde was haar moeder. Ja. En Uralda of God was zeg maar de vader van allemaal. Als we dat nu eens doortrekken naar nu, even een klein uitstapje naar vandaag, de dag. En naar het Friese volk, wordt er wel gezegd, wij zijn zo onze eigen identiteit kwijtgeraakt. Als je dat kijkt naar hoe de Oeralinnen bedoeld is, dan klopt dat ook wel. Hè? Wij zijn eigenlijk, is onze geschiedenis... mysterieus, want we weten eigenlijk te weinig van onze geschiedenis als Friezen. Ja, doordat we dat niet weten, zijn we ook kwijtgeraakt misschien wel die eigenschappen van Freya. Want wat zijn de eigenschappen van het Freya volk? Nou, die vrijheidszin was al heel belangrijk. En ik heb vorige keer in Joure een paar fragmenten laten zien van de vondsten van skeletten in wat Vronen vroeger was. Vroeger heette dat Vronen en dat is helemaal weggevaagd in de 13e eeuw. Dat heet nu Sint Pancras bij Alkmaar. Er zijn skeletten gevonden in begin jaren 90 en die zijn pas later onderzocht. Vronenmeer. Ja. Nou, en uit de andere bronnen, uit de officiële bronnen is ook wel bekend dat er oorlogen zijn geweest tussen de graven van Holland en ja, toen dan de West-Friezen. Honderden jaren lang hebben ze geprobeerd die West-Friezen echt eronder te krijgen. Dat geeft al aan dat er een zeker cultuurverschil was. En dat ging niet zomaar. Die West-Friezen verzetten zich ook heel heftig. En in 1303 heeft een graaf toen zelfs volgens een bron troepen laten komen uit Engeland en is dat hele dorp echt afgeslacht. En aan de skeletten zagen ze dus in 1990 pas, of toen ze die later onderzochten, dat het was excessief geweld geweest. Niet zomaar slagveld geweld, maar vrouwen die dus twee zwaardsteken in hun voorhoofd hadden en dan ook nog aan de zijkant en zo. En schenen en knieën die gewoon zijn op een rijtje gezet en erin gehakt. Dat is afschuwelijk geweest en dat geeft al aan
Ten eerste ook hoe graag de graven van Holland West-Friesland in bezit wilden hebben. Kennelijk was een grote rijkdom. Maar ook moest dat volk zo hard aangepakt worden om het ze voorgoed af te leren. Als we het kwijt zijn onze eigen identiteit als Friesvolk, als Freiasvolk, wat voor eigenschappen heeft dat volk? Je zegt van vrijheid was natuurlijk een hele hoge. Wat hadden ze nog meer voor waarden en normen? Nou, een belangrijk ding is dus ook dat ze zichzelf als een grote familie zagen. Ze noemden ze Freiasbern, kinderen van Freya. Ja, net zoals de christenen vaak ook zeggen, broeder en zuster. Dat is natuurlijk in deze tijd van individualisering heel ver van wat we nu hebben. Nou, dat zullen meer volkeren wel min of meer hebben gehad. Ja, vroeger was men meer met elkaar, denk je ook, want dan als stammen, als volk. Dat zijn we wel een beetje kwijtgeraakt. Ja, er waren natuurlijk altijd wel conflicten, maar die worden ook beschreven. Als het nou ging over bijvoorbeeld die waarheid en die rechtvaardigheid. In de christelijke traditie heb je natuurlijk ook het idee dat je na je dood daarvoor wordt afgerekend. Of je goed hebt geleefd of niet. Mm-hmm. En daar was het zo, er is niet expliciet sprake van zo'n soort leven na de dood. Maar ze zei wel van je ziel zal geen rust vinden als je tijdens je leven je ziel bezoedelt. Door bijvoorbeeld te liegen of te bedriegen, niet eerlijk te zijn, onrechtvaardig te zijn. Het was ook zo dat ze waren wel vredelievend en ze streefden harmonie na, maar ze lieten niet met zich sollen. Dus als ze ergens op een buitenlandse markt of zo werden bedrogen, en dan sloegen ze wel heel hard terug, want ze lieten wel duidelijk merken dat met hun niet te spotten viel. Maar ze gingen niet zelf aanvallen. Een idee was dat als je een ander volk aanvalt, dan kun je erop rekenen dat je dat geweld 3 keer zo hard op je eigen hoofd terugkrijgt. Ja. Wat opvalt in de verhalen, en je vertelt heel veel, want er is heel veel niet nadenken. Wat opvalt in de verhalen is ook dat naast dat men vrij als volk zei van we zijn echt een vrij volk, vond ik het ook heel mooi om te lezen dat ze voor rechtvaardigheid gingen en tegen onrecht waren en daar ook echt voor gingen. Dus echt die kracht in hunzelf voelden, wat we eigenlijk ook al kwijt zijn geraakt. Dat is dus ook wel een verschil met, je zou kunnen zeggen, met de christelijke traditie, denk ik. Dat ze zeiden, als je niet bedorven bent, dan heeft God in je hart het vermogen geplaatst om te voelen wat goed en wat niet goed is. Wat recht is en wat wrong is. Dat weet je van nature. Ja, dat kun je voelen. Daar heb je niet een heel ingewikkeld dik boek voor nodig, of een dominee die alles recht praat wat krom is en zo. En die dingen weglaat die misschien niet zo goed passen op dat moment. Dit soort waardes kan eigenlijk ieder kind vanaf 12 ongeveer ook goed begrijpen. Kun je goed uitleggen. En ja, het voelt aan als logisch. En het woord logisch komt van logga en dat is vlam. In het advies. Ja, prachtig. Logos. Zijn we toch echt kwijtgeraakt, hè? Dat voelen dat je weet wat goed is. Ja. Nou ja, veel mensen gelukkig niet hoor. En in deze tijd worden heel veel mensen ook, mensen zeggen, worden wakker. Of worden echt door de feiten wakker geschud. Nog iets heel leuks trouwens, wat ik toch wel even wil zeggen, want je zei net over hoe zijn we het kwijtgeraakt. Er waren wel bronnen ook over de oude Friese geschiedenis, die tot begin 1800 zeg maar ook wel heel bekend waren. Maar sinds de tijd dat we hier dus die Oranjes weer hadden, en nou zeker ook in de tijd dat Oer Lindenboek ontdekt werd, werden die bronnen ineens allemaal als fantasie weggezet. Gezegd van ja, dat is de fantastische Friese geschiedschrijving. Het grootste deel flauwekul. En daar wordt ook nauwelijks naar verwezen. Die oude bronnen zijn ook nauwelijks te krijgen. Je kan ze op internet wel vinden, maar je moet daar echt naar zoeken. En je leert op de lagere school dan misschien hier wel hier en daar iets over Friso en zo, maar heel weinig. Wat ik ook, we waren begonnen bij het scheppingsverhaal en dan kom je ook goden tegen, zoals Wodan, Neptunus, Nou, ik moet wel zeggen, even corrigeren, wij kennen ze als goden uit de Germaanse of de Griekse mythologie, maar hierin wordt nadrukkelijk gezegd dat waren stervelingen die door priesterorders tot God zijn verheven. En die priesterorders die maakten dan beeldjes en die gingen ze verkopen. Want die zei van, nou, hier is een tempel van deze god of godin en breng maar grote offers, want wij kunnen namens
die God of godin zeggen hoe het is en zo. Dus die maakte misbruik van de goedgelovigheid misschien van mensen. En die gebruikte misschien de grootste vijand aan het begin van die tijd werd magi of magus, magier genoemd. En die, wat ze toen misschien magie noemden. Ja, wat is tegenwoordig magie? Ze zei wel eens, Hollywood is magic. Hè? Je kan mensen... Ik weet niet meer. Je kan het bewustzijn van mensen manipuleren, beïnvloeden door films op een bepaalde manier te laten zien met muziek en emotie. En daarvoor was het natuurlijk... Kijk, als je een grote kerk hebt met prachtige schilderingen, beelden, orgelmuziek en misschien zelfs wierook waar iets in zit waar je... wat een effect heeft op je bewustzijn vroeger, nu natuurlijk niet meer. Dan kun je het bewustzijn van mensen beïnvloeden. Er staat ook een voorbeeld van iemand die met wierook helemaal een beetje beïnvloed werd. Misschien is dat de magie waar ze het over hadden, die nog steeds in andere vormen bestaat. Dat is misschien wel interessant om eens bij stil te staan. Nou, wat een informatie al en zo. Als ik even op de praatstoel ja. Nou ja, dit is inderdaad even een gelegenheid voor een pauze. Ik kijk even naar hoe lang. Welkom terug. Nou, iedereen kan om je heen staan. Volgens mij zijn er heel veel vragen, Jan. Maar ik zou heel graag nog een paar dingen met je willen doornemen. Voordat we naar de vragen in de zaal gaan. En, het zou zomaar kunnen zijn dat we dan ook alweer antwoorden hebben gegeven. Het onderdeel wat voorin in het boek, wat ik toen voorlas, hè, was dat de Friezen over de hele, of de Freya's over de hele wereld zijn geweest. Het verhaal wat erin staat is over Friso die in India was geboren en later weer terugkwam naar Friesland. Nou, Nederland zou ik zeggen. Maar... Leuk detail. Staat hij aan? Pak je maar. Of zo, dat kan ook, ja. Nou, een heel klein detail tussendoor over Friso. Is dat, kunnen gewoon om. Er is een bron, daar is sprake van een Farismanes, een zoon van een satraap uit Perzië. Dus in de tijd van Alexander de Grote, was een soort landgraaf in Perzië, waar de zoon Farismanes, dat zou heel goed Friso kunnen zijn. Even een detail voor het goed verstaan. Dat heb ik zelf niet ooit ontdekt, maar iemand anders. Okay. Het verhaal gaat dus dat hij inderdaad... dat er een Friese kolonie was in India, Punjab. Ja, kun je voorbeelden noemen nog, Jan, dat wij dat Freya's gebeuren terugzien in andere culturen, in andere mythologieën, in verhalen, dat Freya's leer? Er zijn heel veel details. En bijvoorbeeld het Zoroastrianisme, Persische godsdienst, daar hebben ze ook dat vuur wat steeds blijft branden. In die teksten komt ook de term Freya voor. Nou, er zijn zoveel van dat soort kleine details. Hè? Ik heb in de loop der jaren niet één groot bewijs gevonden waarvan ik kan zeggen, nou, dit is het bewijs waarom het authentiek moet zijn. Het kan overigens best nog ooit gevonden worden, dat ergens anders een tekst opduikt of zo. Of onder de grond iets gevonden wordt waar dezelfde tekens in verwerkt zijn. Maar er zijn zoveel van dat soort details die er steeds bij komen door de jaren heen. En wat ik ook al eerder heb gezegd, is als het een 19e eeuwse fantasie zou zijn, dan zouden die makers of ontzettend veel kennis moeten hebben gehad die eigenlijk toen nog heel zeldzaam was en sommige dingen waren nog niet eens bekend. Of je kunt zeggen, nou, die hadden ontzettend veel fantasie of goed gegokt of zo, of iemand was heel helderziend misschien. Dat je het doorkrijgt. Maar het omgekeerde is dus het geval. Het wordt steeds aannemelijker dat het authentiek is door wat er gevonden wordt. Iedere archeologische vondst, bijna tegenwoordig heel vaak in het nieuws, wordt gezegd van nou, het is toch nog veel ouder dan we altijd dachten. Of toch nog veel groter. De burcht van Texel en in Leeuwarden laatst nog die de waaggebouw. Nou, dat soort dingen hoor je dus steeds weer. Ik heb het ook al eerder gezegd. Maar. Ja. Als het een fantasie zou zijn, zou het steeds duidelijker worden. Zou je steeds meer dingen vinden die niet kloppen. En in de 19e eeuw was het voor veel mensen nog heel moeilijk voorstelbaar. Maar dat wordt dus steeds anders. Het wordt steeds makkelijker voorstelbaar.
Nou, als je het hebt over voorstellen, dan vind ik het ook leuk dat we even kijken naar het dagelijks leven. Want er staat een hoofdstuk in over de wetten, hoe ze met elkaar omgingen. Ja, daar zijn we volgens mij allemaal nieuwsgierig naar, want dat hoorde ik zo net ook even in de pauze. Van, ja, wat kunnen wij nou van hun leren? Want je zei net al, van het was niet vanzelfsprekend dat als iemand koning was, dat de zoon dat ook werd. Ik ken verhalen van dat je vertelde, als jij in een dorp woonde en er was een... je ging trouwen met iemand uit een ander dorp, dan moest daar gewoon een huis voor je zijn. Men zorgde echt voor elkaar. Ja, er zijn heel veel van dat soort details. En even over de koning, dat was niet zoals wij een koning hebben, maar dat was dus tijdelijk een legeraanvoerder. Ja. Die aangesteld moest worden omdat er een land verdedigd moest worden. Niet een koning die de macht had en heerste. Zo'n kroon. Nee. Koning, dat was, en dat is van andere bronnen ook nog wel bekend, tijdelijk een legeraanvoerder. En als die geweldig volk had verslagen, afgeweerd, dan kon zijn zoon nog wel, de jongste zoon, die kon dan... Hij kreeg een groter huis met groot land als beloning. De jongste zoon mocht dat nog hebben. En daarna verviel het weer aan de gemeenschap. Mm-hmm. Ja. Dus dat even te aan. Maar noem nog eens wat dingen. Wat zijn de burchtvrouwen? De rol van de vrouw was heel belangrijk. Wat voor wetten had men dan? Even een paar voorbeelden te noemen. Woeker was bijvoorbeeld ook niet toegestaan. Wat? Woeker? Dat is een oud woord voor rente, zeg maar. Okay. Dus je leent mensen geld uit en je wilt later iets meer terug hebben. Mm-hmm. En sommige mensen maken er erg misbruik van. Vooral als je geld kan drukken zelf. Dat geeft een kleine groep mensen zo ontzettend veel macht. En macht corrumpeert. De natuurwet ook. Als zoons en dochters met iemand van een ander volk, ander ras, wilden trouwen, dan moesten ze eerst uitleggen waarom dat geen goed idee was, maar ze waren uiteindelijk wel vrij om dat te doen. Ja. Maar ze mochten niet terugkomen. Oh ja, dat is één ding. Ja. Is dat, zou het zoals zij leefden, is dat haalbaar voor in nu? Nou, niet alles en zeker niet direct. Natuurlijk. De wetten? Maar sommige dingen zijn wel heel zinnig. En je kunt bijvoorbeeld wel zeggen, als je nu... Dat ben ik echt van plan. De waardes hierin eruit te destilleren en echt op een rijtje te zetten in moderne taal. En echt betrekking hebben op nu. En je kunt bijvoorbeeld wel zeggen, nou, op basis hiervan wijzen wij het idee van een overerfbaar koningshuis af. Of op basis hiervan wijzen wij het principe van rente af. Even persoonlijk dan, ik woon in een dorp in Drenthe, een heel rustig dorpje waar sinds vrij kort, een paar maanden, er zijn wat ze dan asielzoekers noemen gekomen. En ik heb gehoord dat de burgemeester had de keuze van of hij nam er vrijwillig 50 aan, of hij werd gedwongen om er 500 aan te nemen. Dat zijn dan van die trucjes en dat blijft natuurlijk niet bij die 50, maar we merken het ook echt op straat. Ik hoorde van campingbaas en van een winkelier die daar echt last van hadden. Bij ons voor straat, een heel rustig straatje, loopt dan elke dag een groep van 20 jongens langs. Allemaal zo tussen de 18 en 28. Die op straat spugen en heel luid zijn. Gewoon heel anders. Het voelt niet... Het is net of je je niet meer thuis voelt in je eigen straat. En of je je eigen kinderen niet meer zo vrij laat spelen. Zomaar. Je dochters die nu nog klein zijn, maar... Dat is toch wel, dat komt dan heel dichtbij. En je weet al dat dat al jaren speelt in heel Europa. De hele westerse wereld. En als je, wat ik net al zei, hè, volken zijn verschillend. Passen niet altijd goed bij elkaar. Begrijpen elkaar soms niet altijd goed. Dit is een hele grote discussie. Maar... Het is ook lastig. Is dat nou nodig? Kijk, in grote steden is het natuurlijk heel lang zo. Maar in kleine dorpen... Waar het gelijk zo'n verschil maakt, en dat merk ik dus echt van dorpsgenoten ook, die kleine kinderen hebben. En het is in onderzoek ook bewezen trouwens, dat het vertrouwen onderling, onder mensen, zelfs van dezelfde herkomst, neemt af. Naarmate er dus meer van dat soort dingen gebeuren. Ik heb in Duitsland gewoond, dat was al anders, dat was al moeilijker voor mij. Omdat ik kan wel een beetje Duits, ik kan me wel verstaanbaar maken in het Duits, maar je mist toch... Je mist wel dingen. En ik werd daar niet echt gelukkig ook zelf, omdat ik kon daar niet doen wat ik hier bijvoorbeeld wel makkelijker kan doen. En dan is Drenthe weer anders dan Noord-Holland, West-Friesland. Nou, laten we dan hebben over de Oeralinda zegt, het stond ook in van er zijn
Door die geloofwaardigheid zitten grappige stukken in, kinderlijk geschreven wordt er gezegd. Sommige zijn diepzinnig. Wat wordt dan gezegd wat grappig zou zijn, wat dan kinderlijk geschreven is? Nou, sommige dingen worden belachelijk gemaakt. Okay. Eén voorbeeld bijvoorbeeld. Er komt in voor een Geert Pierenstochter. Geert Pierenstochter. Mm-hmm. En als je dan vertaalt, omdat je ervan uitgaat dat het grappig bedoeld is, je gaat zeggen. Dat betekent Gertje, de dochter van Grote Pier. Dat staat er helemaal niet. En dan kun je het dus belachelijk maken. En als, wat ik net ook zei, als je dingen heel letterlijk gaat vertalen. Wanneer je dat vanuit Zuid-Afrikaans, het Boeren-Afrikaans of vanuit het West-Vlaams dingen letterlijk gaat vertalen, wordt het ook grappig. Zelfs vanuit het Duits, als je iets letterlijk gaat vertalen, woord voor woord, dan wordt het soms heel hilarisch. Dus. En het vertalen hiervan is ook nog anders dan dat je een moderne taal naar een andere moderne taal gaat vertalen. Want je moet ook er rekening mee houden dat de manier van denken voor een deel heel anders was. Dus de belevingswereld was heel anders. Je moet je eerst verplaatsen in die tijd. En dan niet alleen de taal vertalen, maar ook nog de manier van denken. Proberen te vertalen naar de huidige tijd. Is niet altijd makkelijk. En over uitdrukkingen, ja, er zullen nog uitdrukkingen in staan die wij denken te begrijpen, maar die ze toen heel anders bedoelden. Ja, dus dat blijft lastig. En ja, daarom kinderlijk. En welke diepzinnige dingen kom je tegen? Zijn daar voorbeeld nog van? Oh. Zijn er veel? Ja. Ja, heel veel. Nou, er staat een prachtige dialoog in van Minerva. Nee, Alenia, het was een andere naam. Met de priesters daar. Die legden uit aan die priesters. Als je wil dat je volk doet wat je zegt, geef dan eens goede voorbeeld. En dat is ook iets wat ieder kind eigenlijk kan begrijpen. In plaats van dat je je macht laat gelden door zware straffen of door grote beloningen of zo. Als die leiders zelf niet het goede voorbeeld geven, dan gaat het volk natuurlijk ook dat slechte voorbeeld na. Volgen. Als je nog even dat mooie wiel wat hier achter staat, dat gemaakt is, daar is ook, zei jij in het begin, de letters zijn daarvan, het alfabet, het runenschrift is daarvan afgeleid. Ik kreeg zo straks ook even een vraag van, wordt dat dan zijn die letters zeg maar weer gebruikt in, dat het gegaan is in andere talen? Hebben andere talen zijn daar een soort van mee aan de haal gegaan? Of gebruikt, hoe jouw zo'n taal, een taal ontwikkelt zich natuurlijk. Nou, heel veel van de letters herkennen we gewoon van onze eigen hoofdletters. Ik kan het niet goed voordoen met mijn handen. Er staan ook letters in die wij niet meer hebben. Bijvoorbeeld een letter voor de klank NG. Zo zijn er nog bijvoorbeeld, maar er waren drie verschillende A's, verschillende O's, verschillende U's, verschillende E's. Dus in die zin misschien wel meer dan we nu hebben. Voor een deel. Ook heel geschikt om die taal in op te schrijven. Zij toen ook al een specialist Oud-Fries. Ik ben ook wel letters tegengekomen in heel oud ander alfabet. Waarin je duidelijk ziet. Kijk, we hebben bijvoorbeeld de K. Kun je hierin zien. Maar dan in een hele oude andere bron was er zo'nzelfde K. Met nog zo'n stukje wiel eraan. Ja, dit gaat misschien heel gedetailleerd voor sommige mensen. Over de cijfers is ook nog heel veel te zeggen, maar we moeten niet proberen om. Het zonnewiel is wel interessant, maar wat ik zelf nog wel interessant vond, dat het zonnewiel ook wel gebruikt wordt. Je hebt het zo straks wel even genoemd met naties en zo, maar hoe moeten we dat nu zien? Dan mogen we dit ook terugclaimen, dit? Dit zonnewiel is natuurlijk van de vrijers. Nu gaan anderen daarmee aan de haal. En dan krijgt het ineens een hele andere lading. Hoe moeten we dat zien? Wat betekent dit zonnewiel voor onze achtergrond? Voor de vrijheid? Kijk, andere culturen kunnen ook zo'n zespakig wiel. Ik heb het in India veel gezien. Kijk, je kunt ook de Davidster eruit maken als je die punten met elkaar verbindt, bijvoorbeeld driehoeken. Maar aan de haal gaan. Het boeddhisme heeft het wiel van het chakrawiel. Wat je net zegt, zonnewiel, nou ja. Het staat ook op. Waarom zou je het niet kunnen gebruiken zelf? Het staat hier ook op, hè? Ja. Het is oeroud. Je ziet de Flower of Life. Kijk, als je een passer hebt, een passer waarmee je cirkels kan maken, kan je perfect dit wiel maken. Want je maakt eerst een cirkel, dan ga je aan de rand ergens staan. Zet twee streepjes
die de rand kruisen. Ja. Dan ga je op die streepje staan, dan zit je weer. En zo kun je een perfect zesspakig wiel maken. Mm-hmm. Dat kan niet met een vierspakig wiel zo makkelijk. Ja. Dan moet je echt een rechthoek hebben, een geodriehoek of zo, of zoiets. Ja. Dus in die zin is het al heel mooi. En dat ijskristal ook die vorm heeft. Dus het is gewoon oeroud. Het komt in de natuur ook heel veel terug. Ja. Naast dat er wetten staan in het boek, zijn ze ook met feesten en zo bezig? We zijn zelf natuurlijk de Friese feesten, wat ik eerder al terug ga brengen, de oervuurfeesten. Ja, het joelfeest, want het andere het woord voor het wiel was dus joel. Jol of joel. Ja, het woord voor kerst in het Engels en joelen. Hier zijn ze soms ook een joelfeest. Er staan meer feesten in beschreven. Vrijjaarsdag was mogelijk de dag van de week, vrijdag, maar ook maar misschien eerder een jaarlijks feest. Er wordt beschreven dat op die vrijjaarsdag ook het letterschrift gevierd werd. En Ottema gaf toen al aan dat het best mogelijk is dat de chocoladeletters en de banketletters die we met Sinterklaas hebben, daar nog een overblijfsel van zou kunnen zijn. Maar ook de mei, er staat iets in over de meimaand, of de winnemaand of de minnemaand. De maandnamen, dat is ook bekend van andere tradities trouwens, hadden echt een betekenis. Waarbij je zo naar de bloeimaand, of de oogstmaand. Ja. Dus dat soort. Maar ook heel veel woorden, wat ik ook eerder heb gezegd, is, hebben een duidelijke betekenis in deze taal. Ik gaf dan als voorbeeld het woord respect, wat voor ons eigenlijk niks betekent. Maar als je eerbied zegt, eerbied, je biedt iemand eer aan, dan betekent het iets. Dat is één voorbeeld van hoe die taal veel zuiverder, veel directer is. En wat dan ook gezegd wordt, over diepgang misschien gesproken, er wordt gezegd dat die taal, dat je er niet in kan liegen zonder rood van schaamte te worden. Of te gaan stotteren. En dat kan je je voorstellen als het dus echt, als wat je zegt al iets echt betekent. Als je daarvan af gaat wijken, dan klopt het niet meer wat je zegt. Ja, we zijn nu zo gewend om woorden uit andere talen te gebruiken, die we vaak helemaal niet begrijpen. Zelfs onze eigen namen begrijpen we vaak niet. Terwijl de namen, de eigen namen, ook allemaal een betekenis hadden. Erika, weet je dat? Ik weet alleen dat het dopheide betekent, maar verder. Wat zeg je? Dopheide. Het is een... Waarom zou dopheide betekenen? Nou, dat is een soort, maar verder weet ik het niet. Eerrijk. Erik is eerrijk. Eervol, rijk aan eer. Veel eer. Nou. Tadaa. Mooi. De Oeralinda Foundation. Je zegt al, er komt een nieuwe druk voor van het boek. Dat is gewoon Stichting Oeralinda. Ja. Wat wil je graag met je stichting doen? Wat kunnen we... Ja, wat... Nou, de officiële doelstelling is het bevorderen van onderzoek naar... En het uitbrengen van vertaling. Ik had gewoon een rechtspersoon nodig om het boek zelf uit te kunnen geven. Omdat er niet een uitgeverij naar me toe kwam en zegt van, goh, we zien dat je al jaren bezig bent daarmee, van, mogen wij niet die nieuwe vertaling uitgeven? Dat gebeurde niet. Hoopte ik eerst wel, maar toen heb ik het maar zelf gedaan. En daar had ik een stichting voor nodig, om niet zelf allerlei belastingproblemen te krijgen. Ja. Maar ja, als het groeit, dan kan die stichting ook echt onderzoek gaan financieren. Andere publicaties misschien hierover, in plaats van alleen vertalingen. Want je zei ook al, de buitenland heeft ook best wel belangstelling, hè? Nou ja, tot nu toe, omdat Engels is natuurlijk het meest naar Amerika verkocht. Ik zou willen dat ik tijd had om een nieuwe Nederlandse te maken, maar ik kom er niet aan toe, nog. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, iemand zei net ook al, een lespakket voor kinderen om die taal te leren. Ja, zou ik zo graag een taal willen leren, toch? Ja, ik wil het mijn kinderen ook leren. Ja. Ik ben er al een beetje mee bezig soms, maar ze zijn nog jong. Ja. Nou, doe wij het tuin in je huishouden. Ga jij dat boek voor? Oh, nou, heel graag. Ja. Wie het leuk vindt om hierover te gaan discussiëren. Ik kreeg altijd heel veel e-mails van, goh, je moet dit eens lezen. Of wat vind je hiervan? Of heb je hier een mening over? Maar dat is te veel. Ik ben niet zo'n e-mail mens. Dus nu is er dat forum en daar kunnen mensen met elkaar ook dingen discussiëren. En er kunnen dingen ontstaan van mensen die gaan samenwerken en zeggen, goh, wij gaan samen dit op dit doen. Mm-hmm. Dus iemand die maakt tekeningen, geïnspireerd hierdoor. Iemand wil een film maken, een Friese filmmaker. Die is bezig met een scenario. 6 delen, steeds een stukje verder terug in de tijd. Dat is een hartstikke leuk idee. Het inspireert nu al mensen om creatief te zijn. En dat kan via dat forum in ieder geval ook heel goed.
Ik denk dat er nog wel... Er komen steeds meer vragen uit het publiek, ja, hè? Ja, dan zullen we dat vragen. Dus, dat is en dan zullen we dan afsluiten met nog een stukje tekst uit Oralinda die je voordraagt. Ja. Zullen we dat doen? Ja? Zo. Eerst vragen, ja. Of wat wil je? Ja, doen we eerst de vragen. Ja. Ik had een poos terug had ik iets gezien over oude kaarten van de Noordpool. En toen was er een Amerikaan en die schreef erbij, er was vroeger een stuk land. Je had dan eerst Groenland, dan IJsland en daaronder lag Friesland. Friesland, ja, dat voorspelt Friesland, dat ja. Niet, maar dat lijkt natuurlijk heel erg op Friesland. Dat komt niet in Oralinda voor. Maar een andere onderzoeker, een Zuid-Afrikaan die inmiddels overleden is, geoloog, die heeft met dieptekaarten onder water aangegeven dat rondom de Faroe-eilanden zou onder water een structuur zichtbaar zijn dat diezelfde vorm heeft. Dat is niet helemaal op de plek waarop het op die kaarten staat. Het officiële verhaal over die kaart is dat het fantasie is. Ja. Maar wat ook wel mogelijk is, is dat... Vroeger als ze kaarten maakten, maakten ze gebruik van nog van oudere kaarten. Dus dat het ooit wel bestaan heeft, maar in die tijd van deze kaart zelf niet meer bestond, maar het over hebben genomen. Het is heel interessant, ja. Maar er staat niets over expliciet in Oralinda. En wat ook wel gedacht wordt, is een misverstand, dat die Freya's dus van Altland kwamen, van Atlantis of van het oude land. Maar dat staat hier ook niet in. Het was alleen wel de begin van hun tijdrekening. Ik heb hier nog een andere vraag. Oké. Ja, hoi. Ik was eigenlijk benieuwd, ben je in al die jaren studie ook andere teksten tegengekomen met dezelfde letters? Nee, niet exact. Nee. En wat ik vorige week tegenkwam is dat in Zwolle, of nee, Zutphen, een 13e eeuws huis is met... balkenstructuren die genummerd zijn. Net zoals timmermannen vaak doen, dat ze van tevoren al die balken klaarmaken en dat ze daar als een bouwpakket in elkaar zetten. En dan werd gezegd, het is zo opmerkelijk dat er, ze noemden dat Arabische cijfers. Want zo worden onze cijfers genoemd, Arabische cijfers, terwijl de Arabieren ze niet gebruikt hebben. Die telden wel van 1 tot 10, anders dan de Romeinse cijfers. Maar de Arabieren noemen hun cijfers eigenlijk Indisch of Hindi. In het Alhambra-paleis in Zuid-Spanje staan die zogenaamd Arabische cijfers afgebeeld. En dat zou dan de oudste afbeelding zijn van onze cijfervormen. In een cirkel. Alsof ze het hebben geprobeerd in een wiel te zetten. Maar niet helemaal duidelijk hoe dat dan uit het wiel komt. Terwijl als je dan de cijfers zoals ze uit het wiel zijn gevormd daaronder zet, zoals ze hierin staan, dan zie je ineens heel duidelijk dat van die twee varianten, dit de originele moet zijn. En de kunstenaar die in het Alhambra die cijfers heeft aangebracht, die heeft het ooit gezien of gehoord, maar die wist het niet precies. En die heeft het geprobeerd te reconstrueren, hoe de cijfers dus uit die cirkel kwamen. Dus je zou kunnen zeggen dat dat een heel mooi voorbeeld is. Dat vind ik wel een van de mooiste voorbeelden. En zo'n losse letter die ik dan ergens tegenkwam in een ander schrift, maar niet exact een tekst. Er is wel trouwens van een schrijver uit Schagen, Cornelis Bok, of uit Enkhuizen kwam hij oorspronkelijk. Hij had een roman geschreven in 1840 of 1820. En daarin schreef hij dat hij een oud-West-Fries geschrift had gezien in een soort van runetekens. Wat hij voor een deel kon lezen. En daar had hij dat verhaal van Jenny of de Blauwe Paal bij Schagen. De Noord-Hollanders weten dat, de West-Friezen. Dus daar staat wel een verwijzing naar iets wat dit zou kunnen zijn. Maar dat handschrift zelf is er niet. En ja, ik denk als je in de geheime archieven van het Vaticaan zou gaan kijken, dan ligt het volgens mij vol met dit soort teksten. Ja. Ja, je blijft steeds nieuwe dingen vinden. En alleen al in Europa dat er zoveel is, op het gebied van taal en in woorden. Ik heb eerder een voorbeeld ook gegeven uit Latijn. Entrare zeggen ze dan. Maar het is van entre, is intreden. En intreden kun je splitsen in twee woorden en dat heeft betekenis. Maar entrare, wat is intrare? Trare is niks in het Latijn. Dus dat, als je dat goed op een rijtje zet, dan is het veel zinniger, veel logischer dat dit dus een oorspronkelijke vorm is, omdat dit echt te splitsen is en een betekenis heeft, dan bijvoorbeeld Latijn, wat dus duidelijk een veel nieuwere, kunstmatigere taal is. Ja.
Dankjewel Jan voor dit antwoord. Je hebt hier op de bank volgens mij doen we de last but not least. Vraag van jou. Ik wil eerst nog even vragen. Komt er een luisterboek? Zou ik leuk vinden in de oude taal? Ja, dat is al heel lang een plan. Dat wil ik echt gaan doen. Ik heb ooit, toen ik er net mee begon in 2009, op Texel een stukje opgenomen. Het is natuurlijk een reconstructie van hoe ik zelf denk dat het geklonken heeft. Dat wil ik wel graag gaan doen, ja. Ja, zeker, stukje voor stukje. En als er een film komt ooit, dan moet er natuurlijk ook in deze taal gesproken worden. Goed, nou, het is een hele ontdekkingsreis geweest met elkaar om meer informatie te krijgen over de Oeralinda. Ik hoop dat jullie een hele fijne avond hebben gehad. Heel veel meer te weten zijn gekomen. En straks wellicht allemaal boeken induiken om verder te ontdekken en wellicht ook de taal te gaan ontdekken. Heel, heel hartelijk bedankt voor jullie komst, voor het luisteren en het meedoen. En Jan, natuurlijk ook ontzettend bedankt. En ook dankjewel dat ik met jou hier dit mocht doen. Nou, ik heb verder ook niks aan toe te voegen. Gewoon heel hartelijk dank. Ja, ik wil het voor de vier. Ja. Ik mag nog twee keer klappen hoor. Ja. Maar Erika, jij ook hartelijk bedankt. En Barry voor de organisatie. En voor de prachtige locatie. Publiek natuurlijk hartelijk dank. En vooral ook toch wel de West-Friezen. Het Bergen. En opstreken. En helemaal in toe komen zijn. Wie dit interessant vindt, er is heel veel op internet ook nog aan toe te voegen. Ik heb al heel wat video's, eerdere interviews, ja, voor een deel. De Engels is al ondertiteld. Ik heb ze allemaal gezien. Bravo. Nou, nogmaals hartelijk dank en wie weet tot ziens. Dank jullie wel.